We dagen onze gasten eigenlijk op twee manieren uit. De eerste is iets persoonlijk van zichzelf te laten zien. Dat doen we door middel van foto's en daar vertellen ze dan wat bij. Ze zingen een lied uit hun diepste herinnering. En de tweede is de muzikale uitdaging met elkaar aangaan. Mathilde Santing die een lied van de Afrikaanse zanger Neko Novellas bewerkt. En voor de eerste Nederlandse tekst schrijft. Kim Hoorweg die de Syrische Nawras al-Taki uitdaagt. Een smartlap in het Nederlands te zingen. Want jij bent heus niet slecht. De ontmoeting tussen Carlos Denia en Tania Cross, dat was een hele bijzondere. En die heeft zelfs geresulteerd in een flamenco-bewerking van de opera Carmen. Nee, het verveelt eigenlijk nooit. Het is wel moeilijk om steeds de juiste kandidaten te vinden. Ze moeten kwalitatief, muzikaal gezien echt goed zijn. En het moeten authentieke persoonlijkheden zijn. Dus het liefst mensen met een verhaal. En die twee dingen gecombineerd is voor ons ja, fantastisch. Waar is de tijd gebleven? Ça sera comme la prochaine fois. Est-ce que notre amour est tellement fort que...